Het zonnepaneelproject de Abinastung is gereed voor gebruik. Dit bevestigt kapitein Johan Sandveld van het dorp in gesprek met de nieuwsdienst. De traditionele gezagdrager stelt dat er hard is gewerkt om het project op te leveren en nu alleen vanuit de energiebedrijven verder ingespeeld moet worden. Tot nu toe ben ik klaar, dus nu de eigenlijk naar IBS. Maar wacht even, Tamara, ze heeft maar kakos sluit aan. Omdat, als je kijkt naar het project, ja, God, dat project, ja, wakker snel, vooral die Abinastung, ja. Sami denk ik dat nu de moro voor IBS kan geen karan godoro moro fara. Maar if na no de me denk ik dat na a piska delta se si na fisi ja na piska delta dis na ja a generator kon. En a generator im chiele kwa backup di a sonne panel. If ma san kop sana a sonne panel ta a generator kan take over. Ja toch? Dus ja na a plan en dis na a osope in side oso dis na soba trade. Dus na sluit de mamos ko sluit aan tjara a generator kom. Dan mi denk ik dat kan kouroko. Sandveld geeft verder aan dat de huizen in het dorp ook aangesloten moeten worden op het elektriciteitsnet. Wat stagnatie zal brengen in de stroomtoevoer naar de huizen. Hij doet een beroep op alle gezagsdragers in de dorpen, waar ook zonnepaneelprojecten worden uitgevoerd, om alvast de woningen te installeren. En mi heb na 70 oso. Dus in totaal naar de 70 also dat noemen de nangama basis ja dat no IBS ko start a project dan ko start af a voetak a stromus goina dorpu dan ala de tras mau de uitgesloten maar me probeer voetak nanga de sma ite maar yo abbo palace ma sau soor de sma trasani en nanga disi mi ka do ab me wan do aborop oku na a gemeenschap en ala de gemeenschap de sa ook is a sonne paneel project disi mek de man bigi voor installeerde also make ano detak na unuf de dorpu make a project dis no go sol fara le famos de wala if de mag ba da de mamus ko sluit ala san giunu maar dat de also no installeer dat de man no leta sani. Voor nu wordt het dorp Abinastung nog voorzien van stroom via een generator van 6 uur in de ochtend tot 12 uur in de avond. Wanneer de zonnepaneelaansluitingen in bedrijf zijn, zal het gebied 24 uur elektriciteit hebben. Tot zover binnenlandse informatie in het journaal.